uitleggen over druk. Hier staat iemand op een spijkerbed en hier ligt iemand. Kun je afvragen wat meer pijn doet. Je zou denken staan, maar hier staan de spijkers weer veel dichter bij elkaar. Dus dat is lastig te zeggen. Nou, we kijken naar een spons. Er ligt een steen op een spons. En het is allebei dezelfde massa. Toch duikt die hier rechts verder in. En dat komt omdat de druk groter is. En dat komt weer omdat het oppervlak kleiner is, waarmee die contact maakt met de spons. Hier heb je een grote of een kleine druk. Nou, hij zakt niet in de sneeuw weg, omdat het oppervlak groot is. En daarom is de druk klein. Als iemand tot ijs zakt, dan moet je op een stuk hout gaan liggen en erheen gaan, zodat het oppervlak groot is en de druk klein. Nou, bij een spuit, daar is natuurlijk de bedoeling dat de druk heel erg groot is op de spuit. En dan is het oppervlak klein, dus heb je een scherpe naald nodig. De druk hangt dus af van kracht en oppervlak. En hoe kleiner het oppervlak, hoe groter de druk. En hoe groter de kracht of de massa, hoe groter de druk. Dat is de samenvatting van wat we gezien hebben. De formule is P is F gedeeld door A. P is voor pressure, Engels woord voor druk. F is force. A is area, dus druk is kracht per oppervlak. Nou, heb je hier newton en hier vierkante meter, dan wordt de druk in newton per vierkante meter. En 1 newton per vierkante meter wordt ook wel 1 pascal, afgekort met PA genoemd. Dus de eenheid van druk is pascal. Dat hoor je bij het weer, dat de luchtdruk zoveel hectopascal is. Bijvoorbeeld, als een deur plat ligt, en de deur is 2 bij 1 meter, 2 meter bij 1. En de massa is 30 kilogram. Dan kun je de druk berekenen. Namelijk de kracht is dan 30 keer 10, 300 newton. Het oppervlak is 2 bij 1, dus 2 vierkante meter. En dan is de druk kracht per oppervlak. 300 newton gedeeld door 2 vierkante meter is 150 pascal of 150 newton per vierkante meter. Als je de deur nou rechtop zet, is het oppervlak een stuk kleiner. 0,2 vierkante meter. Ah, ik zie al dat dat 10 keer minder is. Dan moet de druk 10 keer groter worden dadelijk. Kijk of dat klopt. De massa is gelijk, dus de zwaartekracht op de deur ook. De formule blijft gelijk. Je F blijft gelijk. Het oppervlak is 10 keer kleiner. En de druk is inderdaad 10 keer groter. Bijvoorbeeld. Een grote hond weegt 25 kilogram. Hij heeft een massa van 25 kilogram. Het oppervlak van zijn poten is 25 vierkante centimeter. Van één van zijn poten staat er. Hoe groot is de druk op de grond? Nou, dan moet je weten dat hij 4 poten heeft. Zwaartekracht is 250 newton. En je hebt 100 vierkante centimeter voor zijn poten. Dan kom je uit op 2,5 newton per vierkante centimeter. En hier, een man van 80 kilogram, die staat op beide voeten. Het oppervlak van één voet is 200 vierkante centimeter. Bereken weer de druk. Belangrijk om te weten dat je hier newton van moet maken. Dus we gebruiken de formule P is F gedeeld door A. 80 keer 10 is 800 newton. Het oppervlak van beide voeten is 400 vierkante centimeter. Dan krijg je 2 newton per vierkante centimeter. Nu staat hij er niet bij. Maar als je daar newton per vierkante meter van wil maken, had je deze hier moeten delen door 10.000. Dan had je hier vierkante meter. Of je doet je uitkomst keer 10.000. En dan kom je uit op 20.000 pascal. Dus antwoord A.